Gwendolyn. Nergens waar we geweest zijn was het zo rustig als hier. Majesteit, ja. Majesteit, mag ik u misschien even in de rede vallen? Ik vind het hier ook buitengewoon verrukkelijk. Het is een prachtig plekje. En ik ben ervan overtuigd, Majesteit, dat je hier eigenlijk pas heel erg goed van je eten zult kunnen genieten. Ja. Daar heb je gelijk in, Gijs. En die heerlijke lucht die je kunt inademen. Majesteit, mee ademen. Daar krijg je honger van. En als je honger hebt, dan kun je zo lekker je ruikjebont eten. Je bruikje... Je buikje rond eten. Juist, dat zei ik. Ja, maar majesteit, weet u wat ik nou nog het allerleukste vind hier? Dat er eindelijk weer eens een keer een land is waar je helemaal geen enkel mensje ziet. Ja, nee. Geen mens te zien in het hele land. Wat een rustig leven moet die koning hier hebben. Geen mens om op te passen. En geen politieagenten om stoute jongens achter een broek aan te zitten. Je kunt de hele dag kun je alleen maar naar je koninkrijk kijken. En je hoeft niet meer te regeren. Zou je dat nou echt zo leuk vinden, Archibald? Helemaal geen onderdanen in je land? Denk maar eens aan meneer Toeleknal in het land van niets. Dat was helemaal niet leuk. Toeleknal. Je hebt gelijk, Gwendolyn. Nee. Dat zou ik echt niet willen. Je hebt gelijk. Maar voor een vakantie vind ik het toch wel leuk. Mama, mag ik een paar bloemetjes gaan plukken? Flip moet heer Pieter gewoon helpen en dan heb ik niks te doen. Ja hoor, als je voorzichtig bent en niet te ver, hè? Nee, ma. Oh, meisje, dat heb je me buiten. Ik sloeg hem. Je hebt je buiten. Staat eens achter. Dagelijks. Een half onsje krabbeloren. Heb je dat, Flip? Krabbeloren? Ja. En nu het laatste. Ja, baas. Bij het toverwatertje gebruiken wij een sprenkelaar. Bij het toverwatertje gebruiken wij een sprenkelaar. Zie hoofdstuk 402. Zie hoofdstuk 402. Heb je dat, Flip? Heb je... Ja, waar zit ik? Ziezo, hè, dat staat er weer in. Pas? Oh ja, juist. Dagelijks gebruik. Half onsje krabbelorum. Een toverwatertje. Gebruiken wij sprenkelaar. Zie hoofdstuk 402. Zeg, baas. Ja? Zouden hier nou werkelijk geen mensen wonen? Bestaat het dan? Een onbewoond land? Jazeker, jongen. Dat bestaat zeker. Trouwens, als hier mensen zouden wonen, dan hadden ze ons al lang opgezocht. Maar ik heb hier helemaal geen huis of iets dergelijks gezien. Dat ik neem aan, jongen, dat we inderdaad in het onbewoonde gedeelte van de wereld terecht zijn gekomen, Flip. Wonderlijk, hè, baas? Zo'n mooi land en geen mens erin. Ja. En was het maar van ons, dan werden wij ook koning. Koning? Oh, jongen, ik wil helemaal geen koning zijn, hoor. Nee, ik wil gewoon tovenaar blijven. Ja, baas. Groot gelijk hebt u. Wat is er, baas? U kijkt zo, u bent zo stilletjes, is er wat? Ja, ik weet het niet, Flip, jongen, maar... Ik heb zo'n idee dat er voortdurend iemand naar me kijkt. Ach, hoe kan het nou, baas? Hoe kan er nou iemand naar u kijken? Er is hier toch geen mens? Zeg, baas, vindt u het goed dat ik nou eventjes met Milo ga praten? Of moet ik nog iets voor u doen? Ja, ga maar, Flip. Goed. Nee, je hoeft niets meer... voor me te doen. Zo'n raar gevoel, hè? Het lijkt net of er voortdurend iemand naar me kijkt. Niet, ik heb zo'n raar gevoel. Dat er voortdurend iemand zit te kijken naar ons. Oh, majesteit, houdt u op. Wat een enge gedachte. Ja, het is eng. Ik dacht, het lag aan mij. Want ik voel me ook helemaal niet lekker. Nee? Gwendolyn, jij hebt gelijk. Het is net... Of er steeds iemand naar je zit te loeren. Oh nee, alsjeblieft niet. Dag, majesteit. Hebt u Milo gezien? Ik zie hem nergens. Ze is bloemetjes plukken. Ga er maar zoeken, Flip.
Wij hebben het gevoel dat er steeds iemand aan ons zit te loeren. Ik heb liever dat ze hier is, hoor. U ook al? Wat zeg je, Flip? Voel jij het dan ook? Ja? Nee, ik niet, majesteit, maar mijn waar zei ook al zoiets. Hoofd. Flip, ga dan gauw Milo zoeken. En laten we allemaal bij elkaar komen om de zaak te bespreken. En jij, Gijs, ga vragen of heer Pythagor hier komt. Ik zal het onmiddellijk vragen, majesteit. Ja. Het was net zo lekker rustig hier. Ik ben helemaal niet gerust op Archibald. Rustig maar. Rustig. Daarom heb ik besloten, Sheila, dat krijgers van mij, het grote opperhoofd Noga, de kleine goudhaar, zullen roven uit het kamp der bleekgezichten en haar hier zullen brengen, zodat jij, Sheila, een vriendinnetje hebt om mee te spelen. Ugh, ik heb gesproken. Dank u, grote Noga, voor dit mooie plan. Binnen! Goed werk, krijgers. Hebben bleekgezichten niets gemerkt? Nee. Oh, mooi. Dan de doek van het gelaat van kleine goudhaar. En verlaat mijn tent. Oh. Wat denk je eigenlijk wel, malafere koning? Dat je zomaar iemand kan ontvoeren? Ja, dat denk ik. En ik ben geen verenkoning, maar Noga. Het grote opperhoofd der Bezoeka-Indianen. Ja, maar ik wil terug naar mijn... En kleine goudhaar moet zwijgen. Papa Noga, mag ik haar niet losmaken? Ze is toch mijn vriendinnetje? Jouw vriendinnetje ken je helemaal niet. Stilte! Ja, klein goudhaar. Ik heb jou laten roven omdat Sheila hier geen vriendinnetje heeft. Dus als klein goudhaar belooft niet weg te lopen, dan zal ik haar bevrijden. Nou, vooruit dan maar. Ik beloof het. Goed zo, goudhaartje. Ik heet geen goudhaartje, ik heet Milo. Milo, dat is een rare naam. Waarom? Zo heet hij dat we kunnen eten. We eten altijd Milo met vis. Milo met vis? Hoe heet je vader ook alweer? Noga. Dat eten wij op de kermis. Noga met nootjes. Ik zie dat meisje met bleek gezicht al vriendin is met dochter van grote Noga. Dat verheugt mij. Vanavond groot feest in kamp van grote Noga. Alle krijgers en hun vrouwen bij elkaar komen en groot feest maken. Houdt u handen dan in de lucht met u? Voorzichtig, dokter Archibald. Anders verslik je je nog. Dan zijn we nog verder van huis. Verder van huis? Verder van huis? Nou, ik ben per genoeg van huis. Waren we maar nooit aan die malle reis begonnen. Ja. Dan zaten we nou fijn thuis. Ik zie mijn onderdaantjes al. Dag onderdaantjes. Hier is jullie koninkje weer. Dan moet je niet zo zeuren, Archibald. We moeten nou spijkers met koppen slaan. Ja, dat vind ik ook, majesteit. Spijkers met koppen slaan. Dat, waarin? Gijs, zijn majesteit bedoelt dat we nu maatregelen moeten nemen. Ja. Er is maar één maatregel die genomen moet worden. En dat is een trieg naar huis vluggen. Wat zegt u, majesteit? Troeg naar... Terug naar huis vliegen, majesteit. Ja, dat bedoel ik. Vooruit, laten we alles zo gauw mogelijk inpakken en weggaan. Vooruit. Ja, vindt u ook niet? Weet u wat we moeten doen? Nou, wat denkt u? Met een kop. Dus pak de pullen. Juist. Nee, de spullen pakken. Ja, pak de spullen. Hij bedoelt het wel. Is Milo hier? Milo is er helemaal niet. Nou, ik heb er overal alles gezocht, maar ik zie er nergens. Waar zou ze nou toch uithangen? Flip, dat is een ernstige zaak. En is er gezaak? Ja, wat moeten we nou beginnen? Ach, baas, misschien is ergens in slaap gevallen. Weet u wat, baas? Gijs, u en ik gaan nou zoeken. Nee, niks te man. Pythagor, jij blijft hier. Hier blijven. En jij en Gijs, die gaan Milo zoeken. Wij blijven hier. Misschien komt ze gauw terug. Uitstekend. Zie je, Gijs? Ga jij die kant op, dan neem ik deze kant. Ja. En als je dan wat ziet, roep je Juut! Goed, als we het gevonden hebben, dan roepen we Juut! Ja. Oh, wat heerlijk spannend. We gaan indiaantje spelen. Ja, speuren en kruipen door het kreupelhout. Gaat u opzij met uw kreupelhout? Zoek Gijs! Nou, dan ga ik dan zien, maar we vinden het vast wel. Oh, kan ze nou toch zijn? Heb ik nog zo gezegd, ze niet ver mocht weggaan. Milo! En dan zullen ze mij niet vinden en vreselijk ongerust worden. Ik zal dadelijk wel met mijn vader praten. Wees maar niet bang. Hij is niet zo kwaad als hij eruit ziet. Kom, gaan we buiten kijken of we hem vinden kunnen. Dan kun je gelijk als hele kamp zien. Ja.
Laat gevangenen één voor één binnen. Ik, grote Noga Noga, wil hen ondervragen. Grote Noga Noga heeft weer eens geen zakdoek. Nu kan grote Noga niet eens een grote neus snuiten. Het wordt tijd dat grote Noga Tina, mijn vrouw, weer nieuwe zakdoek laat maken. Binnen! Haal doek van mom van bleek gezicht, zodat hij kunnen praten. Nou, en of ik dan kan praten? Laat jullie me los, malle verenkoppen. Wat denken jullie nou dat je zomaar een arme man in het bos kunt overvallen? En doe jij eens even gauw die malle ver van je gezicht. Ja, jij behoort je eerst te wassen, voordat je met de bediende van zijn majesteit koning Sopramus de eerste kunt praten. Laat mijn koning jou maar niet zien. Bleek gezicht, houd zijn mond. Die houdt zijn mond niet. Ja, en mag ik u er even op bedend maken? Ik ben geen bleek gezicht. Ik heb een heel lekker rood kleurtje, want ik eet bijzonder goed. Stil! Nee. Als bleek gezicht zo doorgaat met praten, wordt Noga Noga heel boos. En dan is bleek gezicht nog niet gelukkig. Nou, net of ik nou wel zo gelukkig ben. Stil! Vierenkop. Waar komt bleek gezicht vandaan? Ik kom uit Malonië. Alwaar ik eerste hofbediende ben van zijn majesteit koning Sopramus de Eerste. Wat komt bleek gezicht hier doen? Ik ben met vakantie met het hemelbed. En we zijn hier geland omdat we het hier mooi vonden en omdat we dat willen. Ja. Bleek gezicht bevindt zich in land van grote Noga Noga. Groot opperhoofd der Bazooka-Indianen. De machtigste Indianenstam ter wereld. Ach, malle jongen, doe niet zo gek. Noga Noga, dat eten wij op de kermis. Ik vind het een beetje taai, maar eigenlijk wel een beetje lekker. Maar ik ben er helemaal niet van onder de indruk. Wat zegt u? Bent u een echt Indiaan? Oh, neem me niet kwalijk. Oh, help. Ik dacht dat u een... Oh, ik ben een sigaar. Krijgers, maak bleek gezicht los. Oh, wat een verschrikkelijke vergissing. Ik dacht dat u met die malle verf een kwaad jongetje was. Oh, meneertje, neemt u mij alsjeblieft niet kwalijk. Ik dacht echt dat u namaak was. En een leuk poesje heeft u daar. Nou, neemt u me echt niet kwalijk, hoor. Maar nou u dan een echt Indiaan bent, nou zakt mij de moed volledig in mijn schoenen. Hier bang bleek gezicht hoeft niet bang te zijn. Ja, maar ik ben wel bang. Grote Noga Noga is niet boos. Maar wil wel graag weten wat bleek gezicht hier uitvoerde. Ogenblikje. Mag ik even uw handen van mijn hoofd? U draait hem de benen af. Ja, ik zocht prinses Milo. Ja. Milo? Ja. Oh, bleek gezicht bedoelt Goudhaartje. Vriendin van mijn dochter Sheila. Nee, Noga Blok. Ik bedoel prinses Milo, de dochter van koninklijke hoogheid Sopramus de Eerste. Ik bedoel, we gaan het nou voor goed doen. Laat je me los, Veerkop. Laat je me los. Flip. Gijs, wat doe jij hier nou? Dag, Milo. Gijs. Ja. Papa Noga Noga, mag ik voorstellen, een vriendje van Goudhaar. Dit is Flip. Aangenaam kennis te maken, grote Noga Noga. Goudhaar is hier met haar vader en moeder en nog meer vriendelijke mensen. Zij is bedroefd omdat zij weg is van haar stam. Zij wil vragen aan papa of haar stam hier mag komen om bij haar te zijn. Goed. Noga Noga zal krijgers opdracht geven anderen hier te brengen. Oh. Nu zal grote Noga Noga begroeten vrienden van Goudhaar. Wij doen je mal. Het is... Moet je een klap geven? Oh, zo. Goed. Oh, die ook nog. Kille. Zo. Ja. Nu zijn bleekgezichten vrienden van Bazooka-Indianen. Oh, Flip, wat verschrikkelijk dat ik geen dropjes bij me heb. Strijs. De grote Noga-Noga is helemaal niet verkouden. Nee? Dat is Indianentaal. Ugh. Krijgers, gaat heen en breng andere bleekgezichten hierheen. Maar bedenk, bleekgezichten zijn vrienden. Oh, vrienden. Nu zal grote Noga-Noga vrienden drinken geven. Voor schrik. Ik schrik je stoos. U zit het voor stoos. Gwendoline, ik ben van mijn leven nog nooit zo ongerust geweest.
Pietergor, zie jij al wat? Nee, hoogheid, nog niets. Maar zodra er iets of iemand in zicht is, zal ik het u melden, hoogheid. Nou, ik ben ook ongerust. Ze is nog nooit zo lang weggebleven, hè? Ja, weg. Pietergor, wat is dat? Dag, meneer. Waarom kijk je zo vreemd? Wie is dat eigenlijk? Dat is een Indiaan. Wat? Indiaan? Is dat een Indiaan? Nou, maar ik vind wel dat hij erg vriendelijk kijkt. Kijk eens, Archibald, hij wenkt. Hij weet misschien waar Milo, Gijs en Flip zijn. Hij zegt dat hij het weet. Laten we maar gaan. Kom, Gwendolijn. Pietergor, ga mee. Een ogenblikje, hoogheid, een ogenblikje. Ik zal eerst mijn toverspullen pakken. Je kunt nooit weten of we dat nodig hebben. Dat is een prima idee, Pietergor. Vooruit. Laten we gaan. Ja, Indiaan, we komen eraan. Ja. En zo kwamen we hier, grote Noga Noga. Geweldige reis moet dat zijn, Flip. Ja. Bleekgezicht tovenaar, heel knap. Het moeilijk zijn, vliegen. Ja. Tovenaar van grote Noga Noga ook geprobeerd. En gevallen? Buil op hoofd. En blauw oog. Niet gegaan zijn. En wat doen, vriend Gijs? Vriend Gijs doen? De thee in het paleis van zijn majesteit koning Sopramus de Eerste. Ja. Vriend Gijs is eerste theezetter. Ik tet de hele dag zee en ik schil de aardappeltjes, ik kook. En af en toe dan stof ik een beetje in het paleis. Enzovoort, enzovoort. Nuttig man. Ja. Bleek gezicht Gijs. Ja, oh, moet je staan, moet je staan. Dat hoort zo. Ja, ik kan zeker nuttige mannen zijn. Ik boterhammetjes maken met lekkere boter en thee zetten met room en koffie. Ja, en ik boterhammetjes maken met pindakaas. Natuurlijk, ik kan zeer nuttige mannen zijn. Praat nou niet zo raar, Gijs. Ik praat niet raar, ik praat zoals met Noga Blok praat. Als Noga Noga gaat horen, wordt hij boos en is de boterham. Mijn hart kloppen vol verwachting. Oh, het lijkt wel Sinterklaas. Ik hoop een bleekgezicht gasten gauw komen. Nou, dat zal zijn majesteit leuk vinden dat hij hem alsmaar bleekgezicht noemt. Nou, Gijs. Grote Noga Noga moet niezen. Maar hij heeft geen zakdoek. Zie! Mijn gezondheid! Ja, wie daar zijn? Kom ze weer. Zeg Flip, ik vind het eigenlijk een hele aardige man. Het is alleen verschrikkelijk jammer dat hij een beetje vreemd praat, vind je ook niet? Ach, dat moet je helemaal niet vreemd vinden. Dat is Indianentaal, ja, die spreken nu eenmaal anders dan wij. Ja, dat is misschien wel zo, maar vreemd blijven vinden. Kom binnen, bleekgezicht gasten. Ja. Kom binnen. Dag, majesteit. Dag, majesteit. Dit is hem, mijn koning. En dat is hem ook. Dat is zet u neder. Ja. Grote Noga Noga zal krijgers opdracht geven goudhaar hier te brengen. Oh. Ah. Ik schrik me een stuip. Waarom hoest u zo? Alle mensen. Ik heb nog nooit iemand zo hier een noze. Ja. Grote Noga Noga biedt zijn verontschuldigingen aan. Maar Grote Noga heeft geen zakdoek. Oh. Grote Noga Tina, mijn vrouw, nieuwe moet maken. Oh, maar daar is wel wat aan te doen, Grote Noga. Noga, Flip, jongen, geef jij me dat ding eens even aan. Daar, ja, achter je. Dit? Nee. Oh. Maar dat is mijn sperenkoker. Ja, dat geeft niet hoogheid. Maar zal ik hier een paar zakdoeken voor u uithalen? Onmogelijk. Koker. Helemaal leeg. Ja, nu is hij leeg, maar let u maar eens op, Grote Noga Noga. Oekieboem. Oh. Soekieboem. Koeskas. Alsjeblieft. Bleekgezicht medicijn, man. Geweldige medicijn, man. Nu kan Grote Noga weer sluiten. Zie. Binnen. Krijgers, breng onmiddellijk goudheid en Sheila hierheen.
op. Wat gaat er weer te gebeuren? Ik zou u weten, een duwtje geven zo. Sta bij. Kijk, ik heb zicht te reizen. Ja, wat? Nu bleekgezicht vrienden zijn opgenomen in stam van grote Noga Noga. Ik zal nu persoonlijk naar keuken gaan om fijnste eten bestellen. Oh ja, eten. Goudhaar en Sheila zullen nu wel komen om bleekgezichten te begroeten. Ja. Oef. Wat leuk, ik zie je. Zeg. Gezellig, hè? Mijn geloven dat bleekgezichten verbaasd zijn. Verbaasd? Ik ben van mijn leven nog niet zo geschrokken. Wat zou die man bedoelen met Goudhaar en met Sheila? Goudhaar is Milo en Sheila is de dochter van de grote Noga Noga. Oh, wat een leuk idee om een Goudhaar te noemen. Dat ik daar zelf nooit aan gedacht heb. Nou wel, ik vind het maar raar, Gwendolijn. Ik noem hem toch ook niet Verenkoppie? Dames en heren, wat zou hij nou voor ons te eten halen? Misschien krijgen we wel een vers biefstukje van de haas. Een hele erge jonge spinazie met plakjes ei erop. Ja. Noemen ze vogelnestjes en lekkere kruimige aardappeltjes. Nee. Oh, dank Milo! Milo! Dank Milo! Mama, dit is Sheila, dochter van de grote Noga Noga. En wij zijn vriendinnetjes. Dag, Sheila. Dag. Ik vind het heel leuk dat jullie vriendinnetjes geworden zijn, hoor. Maar we zijn wel aardig ongerust geweest dat je zo lang wegbleef. Nou, dat dacht ik wel, mama. Maar Noga Noga, haar vader, heeft beloofd dat hij iemand naar u toe zou sturen om u te komen halen. Hij is een hele aardige man. Ja, ik geloof ook dat hij een aardige man is. Ja. Hij is geloof ik ook koning. Niet ja, waar? Sire, hij is ook koning, maar hij noemt zich opperhoofd. Zo gaat het altijd met de Indianen, niet waar, Sire? Goed. Kijk hier. Deze veren zijn voor bleekgezichten. Oh. Allen één op hoofd dragen. Oh. Dat zijn bewijs van vriendschap. Oh, mag ik die? Oh, wat gezellig, hè? Ja. Grote Noga Noga wil vragen of bleke gasten iets drinken willen voor maaltijd komen. Maar mag ik, grote Pieti, u iets aanbieden, hoogheid? Uit deze fles. Gaande medicijn, man. Maar Noga Noga vragen, wat zit er in fles? Noga Noga drinken alleen water. Ja, dat kan. Dat is uitstekend, grote Noga Noga. Oh! Geweldig! Gewoon water! Water. En, hoogheid, wat wilt u drinken? Pieter Gooi, ik heb zo'n zin in appelwijn. Ik zal bestellen appelwijn. Nee, dat is niet nodig, hoogheid. Oh, hoe is het mogelijk, hè? Dat is appelen met een appelwijn. Pieter Gooi, je gaat me toch niet vertellen dat er ook melk in zit? Melk, hoogheid. Melk? Nee, dat kan niet. Pieter Gooi kan alles. Alsjeblieft, hoogheid. Bleekgezicht medicijnman. Geweldige medicijnman. Noga, dit heeft nog nooit gezien. Nee. Sheila, vind jij dit ook niet ongelofelijk? Ja, papa, Noga. Binnen! Geef gasten eten, Lokker. We krijgen eten? Wat hier? Mogen bleke vrienden smakelijk eten. Dochter
en grote Noga Noga bleken gasten alleen met maaltijd laten. Wij komen straks terug. Als gasten nog meer heerlijk eten willen, klappen zij in handen. Klappen ze in handen. Oef, oef. Ugh. Ugh. Eet smakelijk. Ja. Nou, ja. Ja. Ik vind het vies. Nou, ik vind hem een hele aardige man, maar hij heeft een hele slechte kok. Ja, nou. Maar misschien vinden de mensen in dit land het wel erg lekker, hè? Tja, misschien moet je er een beetje aan wennen. Nou, zo, hoogheid, zou dit nou indianenvoedsel zijn? En wat zegt onze grote eter Gijs ervan? Nou, majesteit... Ik heb er geen woorden voor. Het is... Een ogenblikje, hoogheid. Flip, jongen, zoek jij eens even het toverboek op. En zoek eens even in het toverboek een toverspreuk voor het verdwijnen van voedsel. Ja. Verdwijnen van voedsel? Verdwijnen van voedsel. Heb je dat, Flip? Ja, even kijken, baas. Hier heb ik er één. Wanneer men ongewenst voedsel wil laten verdwijnen, ja, verdient het aanbeveling de volgende woorden uit te spreken. Ja. Ri, orri, ni, ki, tai. Ri, orri, ni, ki, tai. Oh! Ze zijn allemaal leeg. Pietergard, dit is een applausje waard. Ja, applausje voor Pietergard. Wat is het nou? Wat is het nou? Applausje voor Pietergard. Wat gebeurt er nou? Het is... Ik wou het nog zeggen, Archibald, maar het was net te laat. Nou, dan zitten we dan met de gebakken peren. Oh, dan waren het maar gebakken peren. Dan was het nog niet zo erg. Wat lach jij dat te zichten? Wat zeg jij dat te lachten? Lachen. Hoogheid, hier staat in het toverboek. Een verdwijner. Voor voedsel mag men maar eenmaal per dag gebruiken. Dan moeten we het toch opeten. Nou, laten we dan maar meteen door de zure appel heen bijten. Ja. Dan zitten we er morgen nog. Ja. Ja. Nou, daar gaan we maar mee. Ja. Smaakt eigenlijk niet zo erg naar je, hè? Smaakt best. Ja. Smaakt heel lekker. Ja. Overheerlijk. Mm-hmm. Ik zal eens aanzoens even naar de indianenkok toe gaan om te vragen waarom hij erin gedaan heeft dat het nou zo lekker smaakt. Ja. Misschien krijg ik het recept van hem mee. En als we dan weer terug zijn in ons eigen land, dan zal ik in het paleis, in de paleiskeuken, voor ons allemaal dit koken. Ja. Ja. Heerlijk gehad. Ik zie dat eten goed gesmaakt heeft. Noga Noga zijn blij. Gouda, Sheila heeft gevraagd of zij jou en geëerde moeder kamp mag laten zien. Oh ja, fijn. Bij Batsuka-stam, na eten, mannen altijd alleen na eten. Jawel, grote Noga Noga. Of straks zo, Archibald. En nu, mannen van bleekgezichten. Ja. Wij roken... Vredespijp. Ach, oh ja, ja, dat doen we. Ja. Oh, eens wat aardig, hè. Wat een mooie pijp, hè. Een mooie lange. Ja. Dat smaakt. Bleekgezicht koning, nu trek je. Medicijn, man, nu trek je. Oh.
Heerlijk. Vriend van Goudhaar trek je. Lekker. Vriend met grote snor. Vriend met grote snor weggegaan. Nu hij geen trekje kan doen. Wanneer vertrekken bleek gezicht koning weer? Ach, het komt er niet op aan. Dan zijn bleekgezicht koning, mijn gast met zijn stam. Goudhaar en Sheila kunnen dan fijn spelen samen. Ja. En als bleekgezicht koning weggaat, dan komen Sheila later bij bleekgezicht om te leren van bleekgezicht. Dat is leuk. En te spelen met Goudhaar. Ugh, ugh. Dat is een heel goed plan. Ik zal Flip in het voorjaar met het bed hierheen sturen om Milo te halen. Dat zijn afgesproken. Noga Noga blij hij vrienden heeft in Verlan. Machtige vrienden. Met geweldige medicijnman. Deze beslissing zijn goed om weer trekje aan grote pijp te doen. Oh, dan gaan we weer. Bleekgezicht zien bleek. Voelen bleekgezicht zich niet lekker. Komt wat te roken. Ja, en we gaan steeds maar opstaan en gaan zitten. Bleekgezicht wel wennen aan rook. Ik ben een beetje moe. Bleekgezicht spreken onze taal al. Bleekgezicht zeggen. Ach, wat een bijzondere aardige indianenkok was dat. Ja, ik hoefde alleen maar te zeggen Gijs en op mezelf te wijzen en in mijn handjes te klappen. En ik had direct weer helemaal een vol schaaltje met eten. En het was heerlijk. Wat slim hè Gijs, dat je weg bent gegaan uit de wigwam. Ja, dan had je ook aan die lange vredespijp moeten lurken. En daar hou ik helemaal niet van. Nee, als Gijs een lekker hapje heeft en een lekker slokje, dan is Gijs heel gauw een tevreden mensje. Ja, lang leven de kok van koning Nogablok. Ja, en nu, na het eten, nog een gezellig indianendansje. Tam, 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 wat een negel. Tam, tam, tam. Hee hee hee.